De oorlog tussen Rusland en Oekraïne heeft wereldwijd effect op de economie. Ook in Suriname is dat merkbaar. De benzineprijzen zijn als gevolg van het conflict per vandaag aangepast. De nieuwe maximumprijs voor unleaded is 20 SRD en 95 cent. Voor diesel is dat 19 SRD 87 cent. En voor super unleaded moet er 26 en 7 cent neergeteld worden. De prijzen zijn vastgesteld in regeringsverband. Verder is bepaald dat brandstof tijdelijk gesubsidieerd zal worden. Zonder deze tegemoetkoming zouden de tarieven veel hoger liggen. De subsidie per liter bedraagt 4 SRD en 37 cent voor diesel en 1 SRD 52 cent voor unleaded. Super unleaded wordt niet gesubsidieerd. Met de subsidie wil de overheid met name de productie, landbouw en transportsectoren en ook de consument tegemoetkomen.